Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik twee gasten in de studio. Niet echt, maar wel een beetje. We praten met Rasmus Pelane van de Golfclub Suriname en ook met Claire Antonius van Organize. Deze twee organisaties zullen samen met de stichting die zorgt voor awareness van borstkanker in Suriname een evenement organiseren, een fundraising evenement. Dat gebeurt namelijk op aanstaande zondag 31 oktober. En daar gaan we vandaag over praten in deze aflevering van Q-Time. What we need is a little Q-Time. Hi Claire en Rasmus, welkom in Q-Time. Dankjewel. Hi Annette. Ja, fijn dat jullie erbij zijn. We babbelen over een evenement van aanstaande zondag. En het staat allemaal in het teken van borstkanker awareness. Hè? Goed, de mensen van de Borstkanker Stichting konden er niet bij zijn in dit gesprek. Maar ik weet zeker dat jullie ze goed zullen vertegenwoordigen. Waar komt het idee vandaan om borstkanker te gaan linken met golfen? Ja, zoals je weet, Odette, we zijn een eventbureau en we kijken altijd op welke manier zouden wij waarde kunnen toevoegen aan events. Daarnaast zijn we al geruime tijd de eventboeker bij de golfclub Paramaribo. En we willen ook al heel lang een event organiseren rondom borstkanker bewustwording. En dus in de maand oktober. Zoals dat elk jaar zo is, is het borstkanker bewustwordingsmaand. Dus dat is eigenlijk die triangle link die we op een gegeven moment hebben gelegd en hebben gezegd, oké, laten we even kijken, wat wordt er al gedaan met golf en borstkanker bewustwording? En als je dus kijkt in het buitenland, in Europa en in Engeland bijvoorbeeld, zijn er al best wel veel events geweest die middels het beoefenen van de sport in een activiteit, in de vorm van een wedstrijd of een activiteit, aandacht vragen voor borstkanker en de omgeving en degene die eraan meedoen, een moment gunnen om erbij stil te staan wat het allemaal betekent en dat je dus meer aandacht geeft aan borstkanker en hoe je dat kan voorkomen of wat je kan doen om te genezen. Ja. Oké, golf is voor het algemeen gezien als een mannensport. Nou weet ik zeker dat Rasmus gaat opspringen, maar goed. En dat je dan borstkanker wordt veelal gezien als een vrouwenaandoening. Dus dan denk je van, oké, hoe gaan we de link leggen tussen die twee? Misschien juist wel, mannen, vrouwen. Maar ik vind het eigenlijk best wel apart om deze twee thema's zeg maar aan elkaar te linken. Rasmus. Het is wel zo dat men denkt dat het een mannensport is. Hoewel ik je kan vertellen als voorzitter van de golfclub dat het draaien van de toernooien, van de evenementen zonder vrouwenhanden absoluut niet zou lukken. Nee, dat wisten we wel. Maar dat is één. Ja, okay. Er is nog een ander. Er zijn een heleboel spelers op de golfbaan die zonder toestemming en goedkeuring van hun vrouw niet zoveel tijd op die golfbaan mochten maken. Dus het is een hele belangrijke link. Heel erg belangrijk. Maar los daarvan hebben wij als golfclub deze gelegenheid aangegrepen. Omdat we ten eerste die stereotypen zoals jij hem mooi belicht meteen, Odette, daar willen we van af. We hebben een prachtige baan. We zitten op een geweldige locatie. We hebben een hele leuke groep leden. En we zijn bezig met een actieve verjonging van de golfclub. En een van de grote issues die je hebt met golfen is dat als je iemand vraagt, van, heb je zin om een keer een rondje te lopen? Dan zeggen ze, ja, maar ik golf niet. En het is eigenlijk kippen-ei. En hiermee slaan we twee vliegen in één klap. Want het is een clinic waarbij je dus de basics van golf een beetje mag proeven en een beetje naar kan kijken. Tegelijkertijd ben je op een hele mooie plek in de buitenlucht. Ik weet niet of je wel eens op de golfbaan geweest bent, Odette, maar het is echt prachtig. Mijn opa was een van de ereleden waarschijnlijk geweest. Nou, dus, kijk, ja. Dus dan weet je precies waar ik het over heb. Ja. En als je dan kan combineren, zeker in deze gekke COVID-tijd, waarbij sommige dingen wel mogen, sommige dingen niet mogen. Golfen mag altijd. En buiten zijn is heel erg gezond. En persoonlijk heb ik in de familie veel te maken gehad met
met borstkanker. Dus dat wij hiermee kunnen ondersteunen, vind ik alleen maar prachtig. Ja, inderdaad. En nu even naar het evenement, want het is dus aanstaande zondag. Het is een fundraisingsevenement, dus het is de bedoeling dat de mensen wel een bijdrage leveren om ook de activiteiten van de Stichting voor Borstkanker te ondersteunen. Hoe moet dat eraan toegaan? Wat zijn de kosten? Hoe kan je meedoen? Waar moet je je opgeven? En wat houdt het precies in? Het is wel een kliniek, dat heeft Rasmus net verteld. Dus dan kan je na 2 uren, als je dat hebt geleerd, al wat doen? Hoe ziet zo'n dag eruit? Wat we hebben gedaan is, we hebben voor de clinic timeslots van 2 uren geblokt. En het is dan mogelijk om met je groepje van maximaal 8 personen zo'n clinic te boeken. En wat we hebben gedaan is zoveel als mogelijk naar bedrijven en organisaties ook gestuurd. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon met je groepje vrienden of vriendinnen dit te doen. Maar wat we willen is dat ook het bedrijfsleven betrokken raakt hierbij. En dat er dus collega's afspreken met elkaar en dan boeken. En dat gaat goed, dat gebeurt ook. Wat er dan gebeurt is, je blokt voor een x-aantal mensen, maximaal 8. Je blokt voor 2 uren. Wij kijken binnen ons schema welke timeslots nog beschikbaar zijn. En in die 2 uren leer je echt de beginselen van het golfen. Dus je hoeft er echt niets van te weten om mee te doen hieraan. Oké, het enige wat je kan weten na die 2 uren is, ik vind het leuk, of niet? Juist, dus wat je ervaart is, dus die hele golfclinic zal je ervaren wat het op een gegeven moment zal inhouden. Als je lessen zal nemen of als je lid zal worden van de club. En je weet op dat moment precies of je dat wil doen of niet. En dat is dus een mooi moment om te proeven. En als je dus je groepje hebt aangemeld, dan voor de fundraising betaal je per deelnemer 500 SRD. Dus per deelnemer binnen het groepje. En daarvan gaan de verdiensten naar Stichting Pink Ribbon Suriname, die de verdiensten op hun beurt weer zal gebruiken om hun bewustwordingsprogramma rondom borstkanker te kunnen vergroten. Ja, oké, heel mooi. Daarnaast krijg je bij ons ook een snackbuffet na afloop. Uiteraard heb je dan heb je flink ingespannen en is het tijd om even te relaxen. Oké, dus zullen er ook mensen bij zijn die wat informatie zullen geven over borstkanker? Ja, Pink Ribbon Suriname zal daar aanwezig zijn. Ze zullen een tafel hebben en ze zullen ook uiteraard informatie verstrekken. En ook hun merchandise items, dus hun shirts en bidons, et cetera, zullen ze ook ter verkoop aanbieden. Ja, omdat het dus een fundraisingsactiviteit is, primair, hè? Klopt. Ja, oké. Okay. Goed, waar moeten mensen zich opgeven of kunnen ze meer informatie vandaan halen? Ja, men kan zich aanmelden bij Organize. Wij zijn de eventorganisator. En dat kan op telefoonnummer 492510. Of ze kunnen e-mailen naar info@organize.sr. Of ze kunnen ons op Facebook vinden via de Golf Club Facebook page of de Organize Facebook page. Die zijn allebei toch wel voorbereid op het ontvangen van boekingen. Ja, en hoeveel mensen kunnen jullie accommoderen op die dag? Hoeveel groepen van 8 maximaal? Wij kunnen doorgaan. We hebben 2 pros die ons zullen ondersteunen. En we kunnen tot een maximum van 8 tot 10 groepen gaan. Mm-hmm. Oké. Okay. Rasmus, natuurlijk los van het feit dat jullie het goede doel ondersteunen, namelijk borstkanker awareness. Wat hoop jij voor de golfclub hier uit te halen in de win-win relatie? Een paar nieuwe leden of lessen? Wat is de bedoeling? Kunnen we ons opsignen voor lessen na die 2 uren? Ik denk dat als je daar op die baan gestaan hebt en je hebt onder begeleiding van onze pro's een beetje kunnen voelen hoe het is om een bal te slaan, maar ook voelen hoe het is om een bal mis te slaan, want dat hoort er allemaal bij. Als je op die locatie en het is een gezellige groep mensen, dan weet ik zeker dat je een keertje wilt terugkomen. Ja. Daarnaast willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om te laten zien aan iedereen dat het niet geruite overhemden en geruite broeken zijn met een pet met een bolletje erop. En dat je gemiddelde leeftijd 75 moet zijn voordat je ervan kan genieten. Dat is niet zo. Het is een hele leuke sport. 18 holes lopen, lijkt alsof je aan het wandelen bent. Maar ik kan je garanderen, je bent echt wel
je hebt echt wel je best gedaan na een vol rondje golfbaan. Dus wij willen graag laten zien dat iedereen welkom is en dat het echt voor meer mensen iets is dan dat ze aannemen. Oké, fantastisch. Nou, we hebben de informatie al gekregen waar we de mensen naartoe kunnen verwijzen om zich aan te melden. Ik zou zeggen, heel erg veel succes met dit project. Het is natuurlijk mooi, de samenwerking, dat is primair. Maar have fun, also, zou ik zeggen, van deze plek uit. Alright. Jij bent er ook, toch, Odette? Natuurlijk, zeker weten. Mooi zo. Oké, okay, I'm going to round up my 7 people with me. Heel goed. Oké, okay, is goed. Dankjewel voor de informatie en succes met het evenement. Dankjewel. Oké, okay, bye. Bye. What we need is a little Q-time. Dat was dus het gesprek in verband met de fundraisingsactiviteit op 31 oktober op de golfbaan. De Golfclub Suriname organiseert samen met de stichting Pink Ribbon, dat staat allemaal in het teken van borstkanker, een activiteit. Je kan een clinic volgen van 2 uren en dan de basisbeginselen van de golfsport leren. Duurt maar 2 uurtjes. Belangrijker nog is dat je daarmee het goede doel kan ondersteunen. Dus, heb je een leuke groep met vrienden of familie of collega's? Ik zou zeggen, meld je aan en you never know. Misschien word je ook wel lid van de golfclub na zondag. In ieder geval, bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.